Het puntje van de boot is eruit, maar de rest nog niet. Dus het schiet nog niet op om even echt de camera mee te nemen om dat te laten zien. Nee, dat vind ik nou... Kijk, het maakt hem niet uit hoor, maar ik weet niet of hij vandaag weer komt en ook maatjes mee heb kunnen weten te krijgen. En even weer een mooi gestreken kleed op de tafel leggen. Dus ja, genoeg te doen volgens mij. En ik moet ook nog weer een film in elkaar zetten, uiteraard. Hele goedemiddag, lieve vrienden. Het is vandaag vrijdag en we leven op 8 mei en het is 4 minuten over 12. En ik wens jullie natuurlijk weer een heel hartelijk welkom bij een nieuwe vlog van Corinne en de Beestenboer. We gaan gewoon weer door, ja hoor, zo op en uit. En ja, gisteren heb ik filmpje 2 kunnen renderen, dus ja, ik hoop dat ik vandaag weer eraan toe kom. Iedere dag misschien één en dan als ik als het weer eens wat minder weer wordt, dan kan ik wat meer op een middag doen. Maar in ieder geval, ik ga zo met Rijka weer even lekker lopen en kijken hoe ver het met het bootje doet. Het puntje van de boot is eruit, maar de rest nog niet, dus het schiet nog niet op om even echt de camera mee te nemen om dat te laten zien. Nee, dat vind ik nou... Kijk, het maakt hem niet uit hoor, maar ik weet niet of hij vandaag weer komt en ook maatjes mee heb kunnen weten te krijgen. Kijk, hij vindt het niet erg om op de vlog te komen, maar zijn maatjes, dat weet je niet, ja. Nee. Dus ja, dan moet je wel vooruit kijken. Maar in ieder geval, het is heel prachtig mooi weer. Toch stond er op mijn mobiel van bewolking. Oké, het is een beetje skier. Ja, nou ja, ik kan de pret niet drukken. Dat is aan die kant is het weer mooier. Ja, raar hè, dat zo kan verschillen. Maar oké, Rijka wil er ook uit en ik moet zelf ook eventjes nog wat doen voordat ik mijn jas pak, want ik doe wel een jas aan. Het is maar 17 graden hier, dus ja. Dus ik doe een jas aan en ik zie jullie straks wel weer. En Rebecca komt. Ja, dus ook die komt straks. Dus we zullen op gaan schieten voordat ze weer voor de deur staat. Ik zou zeggen, tot straks, doei! Zo, lieve vrienden, daar zijn we weer. Het is vandaag zaterdag. Hé, geen corona hoor. Nee, kikker in mijn reel. Kan ook gebeuren. Het is vandaag zaterdag 9 mei en we leven om 9 minuten over 2. Ik moet rap op frieten, want ik ben heel erg laat. Ik had vanochtend heel erg hoofdpijn en daardoor ben ik dus zo laat. Ja, dat Rijka moet er nodig uit en ik moet boodschappen doen. Dus ja, gehaast goed wordt het vandaag. Ik wil daar ook op ruimen, want het staat allemaal uit elkaar, behalve in elkaar. Het is nog maar een beetje, maar het staat allemaal uit elkaar. Ja, dus ja, ik ga dan Rijka lekker even uitlaten, dan boodschappen doen en dan ga ik hier de boel opruimen. En even weer een mooi gestreken kleed op de tafel leggen. Dus ja, genoeg te doen volgens mij. En ik moet ook nog weer een film in elkaar zetten, uiteraard. Want anders blijft dat weer leggen. Dus ja, ik zou zeggen, geniet van alles en wees welkom bij deze gekke, achtelijke vlog. Daar komt een paltoordersbusje aangereden. Die op die kant ook, dat zie ik niet goed. Maar in ieder geval, lieve vrienden, geniet. Want het is weer prachtig mooi weer. En ik heb gehoord dat morgen ook wat kouder gaat worden. En dat er weer even wat minder weer gaat worden. Dus ja, we wachten het af. Wat ze zeggen, dat moet je niet altijd gelijk voor waarheid aannemen. En ja, geniet gewoon meer, kan ik er niet van maken, doe ik ook, ja. Dus ja, lieve vrienden, tot later. Ik ga er vandoor en jullie horen me later weer. Doei!
Zo, lieve vriend, ik ben weer thuis van alles gedaan te hebben. Rijken uitlaten, boodschappen gedaan, door de tat heen even gereisd als het ware. Om even Pokémonballen erbij te halen, want ik zo wat niks meer. En ja, dan kom je thuis en dan staat deze dame te dansen voor de deur van... Oh, ik ben zo blij dat je er weer bent. Hey, ja, nou, ja, oh, goed. En dan komt ze altijd even bij me op schoot. Nou, moet toch kunnen. Ja. Ze is lief, hè. En vrouwtje heeft er lekkers bij. Ja, voor jou. En voor Eowyn en voor Kandal. Ja. Hé, meisje. Nog een lieverd. Ja, dat... Nou, dan moet ik de tafel nog doen. En ja, de bloemen die staan mooi. Kijk eens. Mooi toch? Ze staan er mooi bij. Al zeg ik het mezelf. Ja. Nou ja, en ik ben met mondkapjes bezig geweest. Hè? Dat weten jullie ook al. Die was te klein. Die had ik een beetje, dat is meer voor een kind. Dus zo moet die. Dat is meer voor een kind. En deze, die is groter. Die heb ik voor mezelf. Moet je ook dus plassen papier vouwen of keukenrolpapier of een zakdoekje. En dat moet je erin leggen. Ja, en dan omdoen. Dus ja, nou dan heb ik dus mijn kijk gezien. Dat is overgedeelte van het andere, die is mij te klein. En die is over van die ik zelf heb gemaakt. Dus ja, dat bewaar ik vanwege de maat. Dus ja, ik heb nou nog een gele en nog rode. Dus ja, ik zal mijn best even erop doen nog, maar niet nu, nee. Laten we leggen, zo, klaar. Ja toch, en dan loopt er hier nog eentje, althans loopt. Zit er hier nog eentje? Ja, je krijgt ook. Ik heb het lekkers mee. Ja. Gaan we zo klaarmaken. Hé? Ja, meisje. En ik zeg natuurlijk tegen jullie, geniet gewoon verder van je dag. Ja, het is echt mooi weer. Ja, het is echt prachtig mooi weer. Het is niet koud. Het is zelfs warm te noemen voor de helder begrippen. Dus ja. Maar ja, morgen is het kouder, hè? Ja, dat is koud. En ik moet dat nog opruimen. Maar dat komt allemaal nog goed. Het is nou half vier, dus nog tijd zat. Ze zeggen, verplaatsen en geniet ervan. Zo, lieve vrienden, ik ben weer terug. Ja, ik heb net Rijk even uitgelaten. Hup, voor het raam. En ik, dat ik de tuig ging pakken om dus uit te gaan. Want ik had denk ik mijn vest aan meer. En die jak kan er wel dicht hoor. Maar ik had geen jas aan, was niet nodig, het is lekker buiten. Maar dat ik de tuin ging pakken, toen lag er wat in de mijn postmandje. En dat was van de kerk. Dankjewel, dat vind ik lief, ja. Een bemoediging voor alle vrouwen van onze gemeente. Laat je licht schijnen. Bedankt voor wie je bent. Van de lichtbaken, baptistengemeente. Lief hè? Ja, echt wel. Nou, ik zou zeggen, zoek het op. Daar staat het. Pak je Bijbel en ga het opzoeken. Dat ga ik vandaag ook nog doen. Ja, ik leg hem nou hier mooi even neer. En dan ga ik straks ook de Bijbel pakken. Maar ik ga eerst nog even verder met renderen. Ik was bijna klaar. Sla de boel op tilt. Ja, lekker. Kan je helemaal weer opnieuw beginnen. Oh, en het is maar een kort filmpje. Maar ja, toch. Je bent er wel lang mee bezig. Maar ja, tussendoor even weer met Rijka eruit. Dus ja, dan moet ik weer verder daarmee. En dan moet ik eten klaarmaken. Dat staat ook allemaal wel klaar van wat ik ga eten. Ik heb de diertjes vandaag ook verwend. Want ik had ook boodschappen dus gedaan. Tussendoor de tafel is klaar. Nou, daar staat enkel een beetje afwas, maar dan heb ik zoveel mogelijk in elkaar gezet. Enkel, ja, wat nog niet op zijn plek staat, dat is het bakje wat over eeuwen naar bakje dan weer gaat.
Deze zet ik weer even terug. Nou, dat is alles. Nou, dat is te weinig voor de vaatwasser. Dat zien jullie zelf. Ja? En dus, nou, dit gaan we eten. Hier zit tomatenpuree aangebroken. Ik ga dus warmikoring eten. Met een grillburger. En ik maak het lekker rood. Ja, maakt niks uit. En dus, dan moet ik uitkijken voor Kandel, want die hangt hier ook ergens. Daar loopt die. Hé, Kandelvie? Ja, die heb je helemaal meegelopen. Ja, ja. Hé, meisje? Lieve moeder. Oh, uitgeteld kan je niet wezen. Mensen kan zo lekker in liefde bij gaan liggen. Heerlijk beest. Ja. Ik ben helemaal staalt om mijn jokken met haar. Echt wel. Wie mijn dieren trouwens wat aandoet, die doen mij ook wat aan. Want die hebben mijn stok in hun nek hoor. Echt wel. Ja, echt. Het zal niet de eerste keer wezen dat ik niet mijn dieren, maar dat was toen mijn tas. En toen had ik nog geen goed mobiel. Toen liep ik ook nog veel beter dan ik nu doe, maar al wel met een rollator. Omdat ik dood eenvoudig niet lang kan staan, dus ik moet kunnen zitten. Ja, en het lopen deed ik toen ook beter dan ik nu loop. Maar oké, al het begin is moeilijk, zeggen we dan. Maar toen stond ik op de markt bij een kraam, maar in mijn mandje van mijn rollator stond mijn tas. Maar ik was slim. Maar wat je normaal op je schouder doet, had ik om mijn stuur heen. Dus ja, dat hebben ze 1, 2, 3 los, want ik heb mijn stuur vast. Maar ik stond maar met één hand en ik had mijn hand zo op de stuur. En ik stond met die koopman te praten. En die man die had het niet eens niet door, maar ik wel. Ik zie het zo in mijn linkerooghoek gebeuren. Zie ik dat er een vreemde snuiter mijn tas zou pakken. Ik zeg, en wat zal dat? En ik pak zo gelijk mijn stok aan de houder. Van, wat zal dat? Afblijven. Het zijn jouw eigendommen niet, wel? Dus ja. Ja, dan heb ik al mijn verkeer. Nee, ik ben... Want dat gaat heel erg snel. En je hebt gewoon met je handen van andermans spullen af te blijven. Net zoals die dievengeelden die bezig zijn. Nou, ik begrijp dat niet. Hoe ze het in hun domme hoofd kunnen halen om eigenlijk in te breken en te stelen. Hallo, wat is niet van jou? Blijf er van af. Ik mag dan leien. Dat is de... Die boetes die ze krijgen op die gevangenisstraffen is niks. Want ze doen het gewoon weer. Ja hoor, maakt er niks uit. Hun lachen om zo'n gevangenisstraf. Ze moeten eigenlijk een boete zien te krijgen. Dat ze het nooit weer doen. Laat ze maar lange brommen. Laat ze maar ook in een... noem je dat? Een afkikcentrum of weet ik veel wat terechtkomen. Achter vlotte grendel en jaren vastzitten. Ja, kijk hoe ze het dan eens een keer helder na kunnen denken. Blijf gewoon van een andermans spullen af. Heb je zelf niet genoeg? Ja, ik weet wat het is. Je wilt geld verdienen op een snelle manier. Waarom? Om die troep te roken, die drugstroep. Ook dat moeten ze verbieden. In mijn ogen. Want dat is net zo min gezond als het normale roken. Oké, ik heb zelf ook jaren gerookt hoor. Maar ik ben blij dat ik er vanaf ben. En dat was dan normaal tabak. Geen andere troep. Zoals wiet en weet ik van hoe dat allemaal maar mag heten. Geen drugs. Nee, dat... waarom men dat doet, ik weet het niet. Net zoals te veel suiker. Ik drink ook... Maar ik zuip niet. Ik drink. Ik geniet. Maar ik word niet dronken. En het is gewoon iedere avond en even in het weekend. Nou ja, dat moet toch kunnen. Iedere avond bij je eten neem ik een wijntje. Plus een bak koffie. Halverwege de avond neem ik weer een wijntje. Oké, ik had voor het eerst sinds jaren whisky creme. Het is Engels. Creme. Sinds jaren weer. Maar als deze fles leeg is, denk je dat ik een nieuwe koop? Nee, want het is mijn te duur. Ja,
Een fles wijn niet. Maar oké, okay. Ik zou zeggen, lieve vrienden, doe wat je niet laten kan. Als jullie het wel doen, dan moeten jullie dat voor jullie zelf weten. Maar je eigen ladder zat drinken of de dood injagen qua drank of drugs of weet ik veel wat. Daar treur ik niet om hoor, nee. Dat is jezelf de dood inbrengen wat niet nodig is. Ja, dan ga ik liever de straat nog op. Ik ben verder niet ziek, dus ik ga dan liever even wandelen met mijn hondje of even een ontour gaan op de booster. Ja, als je niks blokkeert. Maar de drukte zoek ik ook niet op, want ik wil niet dood. Nee, ik wil leven. Maar ik krijg ook visite, anders we maar 1,5 meter bij me weg blijven. Ja, nou dat moet kunnen, maar ook niet... Hoe heet dat? De grote groepen, dat mag ook niet. Nou, dat wil ik ook niet. Er komt er hooguit 1 à 2 personen bij me. Zoals Karin met Roderick. Nou, dan ben ik met z'n drieën. Dat mag. Ruud. Dat mag, dat is maar 1 persoon. Nou, dat mag allemaal. Ja, ik ben bij mijn broer en mijn schoonzus geweest. Waren we ook met ons drieën. Mag. Dus ja, kom op. Net ook, liep langs de gracht, aan de overkant werd eten bezorgd. En de chauffeur, die had handschoenen aan, oké, dat moet. Maar ook een handdoekje. Oké, nou ja, het hoeft nog niet. Nee, want Rutte, zeggen wanneer dat moet. Zolang het niet moet, draag ik het ook niet hoor. Ik heb er eentje, nou ja, oké, maar zolang het niet hoeft, ga ik hem niet dragen hoor. Echt niet? Nee. Pas wanneer het echt moet, dan ben je noodgedwongen om te dragen wanneer je een winkel in moet of weet ik veel wat. Oké, als ik nou naar Hans Anders toe moet, om een nieuwe bril en oogtest, moet ik ook. Maar ik wacht er nog maar even af. Ja, dat het niet meer moet. Ja, het kan ook 1 jaar hoor. Zo erg is het nou ook weer niet gesteld met mij. Wel? Nee, vind ik niet. Maar oké, we komen er zo niet. Ik ga daar verder met renderen en dan kan ik weer aan mijn eten gaan denken. Ja, mijn hondje is in ieder geval uitgelaten en ik wil straks ook nog televisie kijken. Want ook voorwege moederdag, Love in the Air, en ik had dan al voor moederdag, hè. Dus dat wil ik graag zien. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van alles wat met jullie gaan doen. Zijn jullie ook laat met eten? Nou ja, smakelijk eten, bon appetit en veel plezier. Een hele fijne avond. Wees lief voor elkaar. Morgen allemaal weer gezond opstaan. Ja, niet ziek worden. En voor alle moeders, een hele fijne moederdag. Geniet van je cadeautjes die je mag krijgen voor je kinderen. Die in elkaar kunnen zijn. Of dat ze dat hebben kunnen kopen of wat dan ook. Ik weet het allemaal niet hoe het bij jullie toe gaat. Maar in ieder geval, ja, ik krijg gewoon een telefoontje en dan denk ik al, maar het maakt niet uit, ik ben ook met een telefoontje blij hoor, ja. En dat zal dan van 1 kind wezen, dat is Karin en Roderick en van de rest hoor ik niks. Nee, ook helaas van de jongste dochter niet. Maar ja, die kan er ook niks aan doen. Maar dat komt hopelijk ooit wel weer goed, ja. Maar oké, lieve mensen, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet